Nou, Ipe Poortinga, dank dat je ons hier wil ontvangen in je fraaie appartement. Zoals ik had gemaild, het ADNG geeft een reeks van boeken uit met grondleggers van de pedagogiek, onderwijskunde en de psychologie. En bij die reeks doen wij ook een zogeheten oral history project, waarin inmiddels ongeveer zo'n 30-tal emeriti psychologen een beetje terugblikken op hun carrière en op de psychologie. En die serie is vooral bedoeld zeg maar, voor de wat jongere psychologen, om die toch enig historisch bewustzijn bij te brengen. We hanteren een soort leidraad, die heb ik je ook opgestuurd. Ja. En de allereerste vraag is altijd kun je kort iets vertellen over het milieu waarin jij grootgebracht bent en wat jou ertoe bracht om psychologie te gaan studeren? Ja. Nou ja, ik ben dus in een klein dorp op de grens van Groningen en Friesland groot geworden. Het dorp Strobels. Nooit van gehoord. Nou, goed. Ja, misschien wel. En nee. Mijn vader was veehouder. En mijn ouders die kwamen ook uit een boerenstand. Ja. Mijn moeders familie eigenlijk vond zichzelf wel een klein beetje deftig. Zoals dat boeren betaamden misschien. In die tijd. En toen ben ik op een gegeven moment naar het gymnasium gegaan. Ja. In Groningen. Ja, was het bijzonder in jouw familie dat jij naar mijn moeder die had een broer die arts was. Dus er zat wel enige intellectuele traditie in mijn moeders familie, maar niet in mijn vaders familie. Ja. En mijn oom, de dokter, die vond het op een gegeven moment ook noodzakelijk. Die had dat al gezien, dat er toch niet een boer in mij zat. Ja. Dat hij mijn vader daarop moest aanspreken. Dat ik wel verder mocht leren. Ja. En dat was al lang bekeken tussen mijn vader en mijn moeder. Er was geen enkele twijfel over. Dus die zagen dat helemaal zitten. En dat ik naar de HBS moest of het gymnasium, ja, dat zei ze allemaal niet zoveel. Ik had toen ook al een paar neefjes van mijn moeders familie die ook echt naar de middelbare school gingen, HBS, gymnasium. En toen ben ik naar het gymnasium gegaan omdat daar 1 uur meer geschiedenis was in de week dan op de HBS. Was het Predinius of welk gymnasium was het? Dat was het Willem Lodewijk gymnasium in Groningen. Aan de Koeriersterweg tegenwoordig. Was toen in de Oosterstraat, vlakbij de Grote Markt. En daar vond ik Latijn en Grieks moeilijk. Ja. En eigenlijk had ik al heel gauw veel meer affiniteit met, laten we zeggen, de beta-richting. En dat ben ik ook gaan doen. Ja. En ik heb daar ook ontzettend veel geleerd eigenlijk. Van dat Latijn en Grieks weet ik niet zoveel meer. Maar ik heb daar denk ik leren denken en leren lezen. Ja. Want wij moesten dan in het eindexamenjaar, daarvoor ook al, dan moesten we Livius doen. Ja. En dat zijn ellenlange zinnen en die moeten helemaal, als het ware, uit elkaar getrokken worden voordat je de betekenis te pakken kon krijgen. Ja. En mijn leraren die op het gymnasium waren eigenlijk allemaal mensen die een universitaire opleiding achter de rug hadden. Die ook wel een klein beetje dat intellectualistische, kritische hadden. Ja. En mijn grote ontdekking was eigenlijk toen op een gegeven moment de leraar geschiedenis ging vertellen dat er iemand was die Descartes heette en dat hij het rationalisme uitgevonden had. En cogito ergo sum, dat heeft mij geweldig aangesproken. Ja. En ik geloof dat ik er nooit helemaal weer los van geraakt ben. Ja, wat sprak je daar zo in aan? Het was een soort, ik was er waarschijnlijk toen ook flink aan het puberen en zo, maar dat was een soort, ik wil ze. Zo zat het in elkaar. Daar kon ik me iets bij voorstellen. Ik denk dus ik besta. Het gaf je houvast of zo? Dat gaf mij een soort houvast. Het was een soort standaard, denk ik. Dat is dus wel bijzonder. Dus een geschiedenisleraar die vertelt iets over filosofie. Ja, dat. En we spreken nu in de jaren 50? Of? Wij spreken nu in de jaren 60. 60. Ja. Want wacht even. Ja, dit was zo 61, denk ik. Als ik heel precies moet zijn. Maar jouw geboortejaar, jij bent uit? 1939. Net voor de Tweede Wereldoorlog geboren. Ja.
Nou, even ter correctie, dat is natuurlijk in het begin van de jaren 50 geweest. Ja. Want ik ben in 58 afgestudeerd, dus zoiets van 54 of zo, ja. Schat ik aan. Ja. Nou, dat sprak mij in ieder geval geweldig aan. Ja. En ik denk dat het gymnasium dus enorm vormend voor mij geweest is. Ja. En ook qua wetenschapsopvatting. Ik kom daar straks misschien nog wel even op terug. Ik ben eigenlijk, wat dat betreft, wel in het wetenschapsbedrijf teleurgesteld. Ja. Ik denk dat wij dat allemaal als wetenschappers veel minder netjes doen dan, ja. Dan we dat zouden moeten doen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Daar komen we straks nog even over te spreken. Ja. Maar was er ook iets op de... je bent theologie gaan studeren? In Groningen? Nee. Dat was een aardig... Was er iets op de middelbare school waardoor wat jou motiveerde om psychologie te gaan studeren? Ik ben bij de VU gaan studeren en dat vonden mijn ouders een goed idee. Die hadden overigens met psychologie helemaal niks. Die vonden het alleen maar jammer dat ik niet dominee of dokter werd. Maar goed. Heel veel ouders nog steeds. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar jullie waren thuis dus gereformeerd dan? Wij waren zeer gereformeerd. Ja. En het gymnasium was ook zeer conservatief. Ja. Maar wel bijzonder dat Descartes daar dan voor het voetlicht werd. Ja, Descartes kun je natuurlijk in de geschiedenis van de, of laten we zeggen, gewoon de geschiedenis van de mensheid bijna niet omheen. Zeker niet als je het geschiedenis niet alleen als opvat van, als een opvatting van geschiedenis hebt, dat een verhaal van oorlogen en dat soort dingen is, maar dat het ook om een ideeëngeschiedenis gaat. En in ieder geval heeft die geschiedenisleraar dat verteld. Ja. En daar kon ik mij goed vinden, zo ik gezegd heb. Nou, toen aan het eind van het gymnasium wist ik eigenlijk helemaal niet wat ik wilde. Ik denk dat ik het meest zin in wiskunde gehad had toen, maar dat durfde ik toch niet aan, want zo grandioos waren mijn cijfers daarvoor niet. En ik heb mij toen laten testen. Ja. En een of andere psycholoog heeft mij toen verteld van ja jongen, je moet psychologie gaan studeren. Ik verzeker je, als je nou natuurkunde gaat studeren, na een jaar zwaai je om. Ik zal zijn naam niet noemen, maar ik zal nu ook wel niet meer kunnen, maar ik zou hem alsnog moeten aanklagen voor een sterk advies. Ja. En waar dat dan precies op gebaseerd is, dat weet ik ook niet. Maar ik vond dat eigenlijk achteraf vind ik dat helemaal niet kunnen. Maar goed, dat is toen gebeurd. Ja. En dat was denk ik een doorslaggevende factor. En wat een andere factor was, dat was een boekje van Praag. Ik heb het daar nog liggen. Ja. En dat is een soort overzicht van de psychologie met allemaal sterke verhalen van wat psychologen konden. En, hoe heet zo'n Praag met zijn voornaam? Dan moet ik het even opzoeken. Zal ik het even het boekje gaan halen? Ja, ik heb het voor jullie klaargelegd. We kunnen er zelfs een plaatje van nemen. Misschien moet er een plaatje komen van de achterkant. Maar... Ik ken het niet namelijk. Dat is H. van Praag. En dat is een psycholoog. En dat gaat over psychologie in theorie en praktijk. Oké. En daar staan sterke verhalen in wat psychologen vermogen. Alleen de uitleg staat er niet zo bij. Maar ja, ik dacht van, ja, dat is een dat leer je als je psychologie gaat doen. Dus ik had echt de idee dat dat zoiets was als een mechanica van de ziel. Ja, ja. En ik denk dat ik dat altijd wel... Dat denken nog heel veel psychologen tegenwoordig. Dat leek mij fascinerend. Ik geloof dat ik altijd heel nieuwsgierig geweest ben. Dus dat ging. En de eerste maanden ging dat ook uitstekend. Ik weet nog dat we de typologie van Spranger in een van de boeken vonden. En daar ging het onder, die heeft dan 6 typen. En 1 is het type homo aestheticus, de esthetische mens. Ja. En in mijn gymnasiumtijd zat er iemand in mijn klas die daar helemaal aan beantwoordde. Dus, ik was al heel eind op streek met die psychologie. Maar er begonnen ook al heel gauw twijfels te komen over het interpreteren van kindertekeningen, waar ik een lezing een keer over hoorde van iemand die dat vanuit een psychoanalytisch gezichtspunt deed. En ik snapte dat niet. En ik vroeg daarna. En ja, dan krijg je eigenlijk volgens mij, ik kreeg geen antwoord. En wij hadden Waterink. En ik denk dat Waterink heel veel goeds gedaan heeft voor de psychologie. Hij heeft dat ook opgezet aan de Vrije Universiteit. Was wel een man met visie. Ja. Het was natuurlijk geen empirische wetenschapper.
Van empirisch onderzoek had hij echt geen kaas gegeten. En er waren natuurlijk veel in die tijd voor wie dat gold. En ik denk dat dat allemaal misgelopen zou zijn uiteindelijk als niet Sipke Fokkema en Pieter Drent in die tijd aan de Vrije Universiteit Psychologie terechtgekomen waren. Want Pieter Drent was niet een medestudent van jou? Nee, Pieter Drent was een paar jaar ouder, maar die was toen al bij de marine geweest. En een jaar in Amerika bij Lee Kronbach en zo. En daar had hij veel geleerd. En hij gaf toen testleer, dat boek wat hij later ook geschreven heeft. Daar was de grondslag toen al voor gelegd. Ja. En dat was iets waar je mee uit de voeten komt, vond ik. Ja, ja. Is Pieter Drent dan misschien de man die de overgang tussen de psychologie van Waterink personifieert en de empirische psychologie? Aan de vuur. Aan de vuur. Waterink was namelijk wel de promotor van Pieter Drent. Ja. En Pieter Drent die deed heel veel met statistiek. Ja, nee, dat... En Waterink had dus geen kaas gegeten van statistiek? Nee, maar dat is, ik denk, overgang, dat een te vriendelijk woord is. Ik denk dat dat echt een breuk is geweest. Een revolutie. Ja. Ik weet niet of de heren het nou slecht met elkaar konden vinden. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat die wetenschappelijk door één deur kon. Je had aan de ene kant dus met name dus Pieter Drent en Sipke Fokkema. Ja. Ik ben dus assistent geworden bij Sipke en ik heb experimentele psychologie en methodologie ben ik afgestudeerd. Ja. Ik heb echt veel aan die man gehad, wat ideeën betreft. Als je nou vraagt naar een mentor in het vak, dan is Sipke Fokkema toch mijn mentor geweest. Ja, ja. En die zat ook weer dicht bij Adriaan de Groot en zo. Nou, dat was die hele, laten we zeggen, nou, experimenteel is misschien nog een beetje sterk, maar empirische psychologie die in die tijd opkwam. En daar kon ik mij goed in vinden. Ja, en, ja. Maar daar kwam misschien ook een beetje meer jouw exacte belangstelling weer precies terug. Maar heb jij een speciale... Hoe ontwikkelde jouw interesses in de psychologie zich tijdens je studie? Ik bedoel, je komt daar bleu aan, neem ik aan. Nou, dat is ene, wat ik mij nog heel goed herinner bijvoorbeeld, zijn de colleges van Fokkema over Piaget. Ja. Die verschillende stadia onderscheiden. Die Zwitserse ontwikkelingspsycholoog. Die verschillende stadia in de ontwikkeling van kinderen onderscheiden. En dat aan de hand deed van die proefjes met een glazen water die plat zijn en stijl. En dan kun je de een en de ander overgieten. En als het zo plat wordt, dan zegt een jong kind van, oh, dat is minder. Ja. En op een gegeven moment dan zeggen ze, ja, nee, het moet hetzelfde zijn. Ja. En dat vindt Piaget dan een belangrijke overgang. Ja. Ja. En zo heeft hij er meer. En dat geeft dus een soort basis aan zo'n vak. Nou, later zijn we daar wel weer in belangrijke mate op teruggekomen. Maar ik denk dat je Piaget nog altijd kunt zien als een stadium in een toch wat opgaande ontwikkeling in het vakgebied van de ontwikkelingspsychologie. Ja. En kijk, iemand als Fokkema, die had dat te pakken. Die wist dat soort dingen. Ja. En toen in het laatste jaar dat ik studeerde, in 1965 in de zomer moet dat geweest zijn, toen is er een keer een cursus geweest van een paar weken in Den Haag. Ja. Over informatietheorie en beslisskunde. Met mensen als Newell en Newell en Simon. En daar hadden ze nog een aantal anderen. Ik geloof dat John de Geer dat uit Leiden dat toen opgezet heeft. Ja. Dat weet ik. Maar op de een of andere manier ben ik daar terechtgekomen. En daar heb ik veel geleerd. Daar waren toch allerlei ideeën die dat vak, experimentele psychologie, een soort... Ja, een soort basis gaven. En dat was op de eindfase van je studie? Dat was helemaal op de eindfase van mijn studie. En was dat ook een soort eye-opener dat je zelf de wetenschap in wilde? Of? Ik denk dat ik dat wel wilde. Maar goed, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment... In 1965 was dat geen probleem. De banen die lagen voor het opscheppen mensen die psychologie gestudeerd hadden. Niet alleen klinici, maar ook mensen met experimentele richting. Ik kon ook het bedrijfsleven in. Ja. En ik weet nog dat ik ooit met iemand van een consumentenorganisatie, die Consumer Psychology, die kwam toen ook op. Ja.
Maar op een gegeven moment toen kwam Fokker me aanzetten met een of andere brief uit Zuid-Afrika. En daar zochten ze een... ja, toch een soort postdoc. Nou, ja, ja. Wat nu een postdoc heet. Wat nu een postdoc heet. Iemand met een PhD. En, want je was toen al gepromoveerd? Nee, ik bedoel, dat was de grap. Ik zat tegen mijn afstuderen aan. Ja. Dus doctorand, dus zeker niet dokter. Maar Fokma zei, nou, we zullen wel eens kijken. En die heeft toen een aanbevelingsbrief geschreven. En ik denk dat ze toen in Zuid-Afrika ook al niet zo goed met buitenlanders konden krijgen. Ja. In verband met de apartheid. Ja. En toen heb ik daar een beurs gekregen, ja. In principe voor één, of eigenlijk in principe voor 2 jaar, ja. Maar toen kon het nog met een jaar worden verlengd. En daar heb ik dus ook mijn proefschrift voorbereid. In Zuid-Afrika? In Zuid-Afrika. En waar in Zuid-Afrika? Dat was een instituut voor... ja, het was een instituut voor... het heette daar personeelsnavorsing. Dus dat is zoiets als bedrijfskundig onderzoek. Ja. Wat we tegenwoordig HR zouden noemen. En dat was een soort TNO-achtig instituut. Het was een instituut wat bij een grote onderzoeksorganisatie hoorde, de CSIR. En men had daar dus ook iets wat in de buurt kwam van de psychologie. En daar was de directeur geweest, Simon Biesheuvel. Een redelijk bekende psycholoog die zich ook nogal verzette tegen het hele apartheidsgebeuren. Ja. Was een instituut waar wat daar heette liberale wind waaide. Ik denk dat dat ook wel belangrijk voor mij geweest is. En van daaruit was er op een gegeven moment de mogelijkheid om mee te gaan op een soort expeditie naar de Kalahari. En naar bosjesmannen en ze worden ook San genoemd. Hè? Ja. Goed, ik weet niet hoe ik ze moet noemen, want als je bosjesmannen zegt, dat is discriminerend. Maar tegenwoordig schijnt bosjesmannen weer beter te zijn. Het enige wat ik van bosjesmannen weet, is hoe de vrouw van een bosjesman heet. Een takkenwijf, maar dat is een heel oud mopje. Ja, die heb ik al eens eerder gehoord. Ja. Maar goed, dat was voor mij een eye-opener. Mm-hmm. Want ik kwam toch uit een soort achtergrond waarbij de verschillen tussen de mensen wel heel duidelijk waren. Ik herinner mij bijvoorbeeld nog dat er een weekblad was, De Spiegel. Der Spiegel. De Spiegel. Een protestants-christelijk weekblad voor het Nederlandse gezin. Dat weet jij. Kijk eens dan. Geïllustreerd weekblad. Ja, geïllustreerd weekblad. Ik heb onderzoek naar gedaan. Dus Oké. Ja. Nou, dan weet je ook dat er op de achterpagina, daar stonden dingen van de week of zoiets. Ja. En dat waren foto's van gebeurtenissen die zich elders in de wereld hadden afgespeeld. En ik denk eigenlijk dat bij meer dan één gelegenheid daar een foto opgestaan heeft van een voetbalwedstrijd in Zuid-Amerika die verstoord werd doordat de mensen het veld opstormden. En echt, dat was onbegrijpelijk. Dat gebeurde niet in een geciviliseerde maatschappij. Dat was in Nederland... Ik weet niet, dat bestond niet. En ik denk dat dat toch wel een van de eye-openers in mijn bestaan is geweest. Dat we nu al heel lang hooligans bij het voetbal hebben. Die minstens zo erg zijn als die lieden in Zuid-Amerika. Als ik dan terugkijk, ja, dan hebben we ook wel allerlei, ben ik wel met allerlei opvattingen groot geworden over hoe anders andere mensen zijn en zo. En toen kwam ik dus daar in die Kalahari. Maar wat u nu zegt is dus dat uw ideeën, uw opvattingen over andere culturen gemaakt zijn door een blad als De Spiegel bijvoorbeeld. Ja, en door het milieu waaruit u komt. Ik denk dat iedereen die gedachten had en zo. Heel veel mensen, dat was toen ik, nou zo... Tijdens mijn studie was dat niet meer bon ton dat je dat dacht dat negers dom waren. Maar ik bedoel, voor die tijd zeker en in Zuid-Afrika in belangrijke mate ook nog toen ik daar aankwam. Mag ik dan nog even heel terug, eventjes teruggaan naar uw studententijd. Wat merkt u nog van het gereformeerdendom op de Vrije Universiteit in die periode? Want Waterink was natuurlijk van huis uit een theoloog die de religie echt heel erg in zijn werk incorporeerde. En Pieter Drent zal het niet gedaan hebben, denk ik, maar... Nee, maar was daar iets? Ja, dat ik geloof dat de filosofiecolleges van Zuidema op maandagmorgen eerstejaars verplicht, dat die nog met gebed geopend werden. Okay.
Maar ik kan niet zeggen dat ik ooit hinder gehad heb van dat strikte gereformeerde dom, dat er dus op het gymnasium wel was en zo. Ja. Dat speelde veel minder op de universiteit. Ik denk dat als je daar in die tijd echt atheïstische of anti-theïstische geluiden te berden gebracht had, dat dat toch wel problemen opgeleverd had. Maar het was niet zo dat je dat alles vanuit de ziel en zo verklaard werd. Behalve bij één van de hoogleraren Vollenhoven die filosofie gaf en die een belangrijk onderscheid maakte bij de mens en het hart kon gericht zijn op God of van God afgericht of zo. Dat herinner ik mij nog wel. Maar verder deed die man systematiek van de wijsbegeerte en ik weet niet of dat hart daar ooit verder veel in teruggekomen is. Dus, wat dat betreft denk ik dat er een onderscheid is tussen, laten we zeggen, de wetenschap, zeker in het protestantisme, waarschijnlijk in het christendom in het algemeen, en zo wetenschap zoals dat nu in belangrijke mate nog in de islam is. Op een gegeven moment hebben die christenen die hebben besloten dat de Bijbel, dat gaat over de relatie van de mens en God. En de wetenschap die kun je beoefenen. Het moet altijd wel dienstbaar zijn, maar inhoudelijk eigenlijk onafhankelijk. Ja. En in de islam tref je nog heel sterk aan dat de godsdienstige geschriften, met name de Koran dus eigenlijk, dat een standaard is voor alles. Ook voor de wetenschap. Daar staat eigenlijk alles al in. Veel dwingender. En veel dwingender, ja. Ja. Maar goed, daar heb ik dus nooit zoveel last van gehad, mijn opvattingen die toen toch al aardig ver van die van mijn ouders af lagen, dat ik daar niet mee uit de voeten kon. Overigens nog wel even, dat naar de VU-studie dat had er wel mee te maken. Mijn ouders die vonden het goed dat ik naar de gereformeerde universiteit ging. En ik vond het best goed om naar de grote stad te gaan. Ja. Dus heb ik daar overigens nooit zoveel gebruik van gemaakt, daar was ik toch weer degelijk voor opgevoed. Ja. Maar ik heb een goede studententijd gehad. Ja. Ik vond dat studeren, dat je een paar weken met één vak bezig was met zo'n tentamen, in plaats van elk uur een ander onderdeeltje. Daar kon ik niet zoveel mee. Ja. Ik heb ook als student het denk ik veel beter gedaan dan als gymnasiast. Maar dat had te maken denk ik met die context. En met je interesse waarschijnlijk ook die... Misschien sterker. Ik hoefde al die onregelmatige werkwoorden niet meer te leren. En dat scheelde ook wel veel. Even terug naar jouw proefschrift. Wat is uiteindelijk het onderwerp van jouw proefschrift geweest? Nou, ik wil eigenlijk nog even over die Bushiesmannen terugkomen. Ja, want dat is voor mij zo'n openbaring geweest. Dat was allemaal voor je proefschrift nog? Ik kwam daaraan in Zuid-Afrika. En het volgende jaar zat ik in de Kalahari een aantal weken. En die groep die dat deed, die werd gerund door iemand die Helmut Reuning heet. Een vrij onbekende psycholoog. Maar die man had hele aardige ideeën over hoe je nou abstract denken bij Bushiesmannen gaat meten. En die vond dat een taak, die moest, hij was van Duitse herkomst, een afvorderingskarakter hebben. Het moest self-invitational zijn, om zo te zeggen. Je krijgt dus een taak en dan moet je eigenlijk als proefpersoon al weten wat er moet gebeuren. En die had dus een hele hoop van die taken zo gemaakt dat ook te instrueren was, ook door voorbeelden te instrueren en zo. En die kreeg veel van die mensen gedaan. En eigenlijk alle principes, je had in die tijd nog de gestaltpsychologie en dat ging dan over similarities van gestalt, ähnlichkeiten in Duits. Ja. En je had abstract denken, taken en zo. En die Bushiesmannen, die beheersten die principes. Zoals als je dus in de Kalahari woont, heb je niet veel symmetrische dingen. Maar bilaterale symmetrie en zelfs rotatiesymmetrie werd door die Bushiesmannen herkend. Dus die principes van dat denken, van die cognitie, in die tijd was natuurlijk perceptie en cognitie heel belangrijk in de psychologie, die principes van die cognitie, die trof je daarbij die mensen aan die echt nog in het stenen tijdperk leefden. Ja. En
Ja, dat was voor mij een eye-opener. En ik denk dat het ook nog niet eens zozeer mij toen met een eye-opener in relativerende zin of zo? Of ja, dat die verschillen tussen mensen niet zoveel voorstellen. Dat wat ik allemaal, laten we zeggen, in mijn jeugd aan opvattingen geleerd had, dat klopte niet. Dus dat stenen tijdperk, dat was geen stenen tijdperk meer toen u met die mensen... Nee, die leefden nog wel in die omstandigheden. Ja, ja. Maar dat waren mensen om een christelijke uitdrukking te gebruiken, van gelijke beweging als wij. Ja. En dat was, en wat mij daar ook getroffen heeft, dat was de aversie die men had tegen enige vorm van agressie. En die Bosjemannen die leven in een soort groepen en bands. En als daar twee kindjes om een stokje gingen vechten of iets dergelijks, dan zaten die volwassenen er meteen bovenop. Om dat te corrigeren? Nee, dat kon niet. Dat mocht niet, dat verstoorde. En ik weet nog wel dat mijn zoon, die ruim een jaar later geboren werd en toen op een gegeven moment naar de kleuterschool ging, dat die toen enige correctie behoefde. En dat was dat als je geslagen werd, dat je dan wel iets terug mocht doen. Ja, ja. Maar ik bedoel, die vreedzaamheid, hè, die vervreedzame coexistentie, dat heeft ook een diepe indruk op mij gemaakt. En het blijkt dus dat dat wel kan eigenlijk. Ik denk dat het in een complexe maatschappij niet vol te houden is met alle laten we zeggen, onpersoonlijke verhoudingen die je hebt tussen mensen. Hier, dit is eigenlijk een soort clan. Mensen zijn veel meer op elkaar aangewezen ook. Er is ook veel meer noodzaak tot samenwerking en zo. Maar, om te kunnen overleven. Om te kunnen overleven. Je kunt niet anders. Ja, sorry. Ja. Dus dat, wat dat betreft... En wat was uw onderzoek bij deze groep mensen? Nou, ik deed gewoon met die expeditie mee. En er waren een heel aantal taken van Reuning en zo. Ook werktaken en zo. Maar je sliep daar ook? We sliepen daar in de tent. En 's nachts dan, als je water buiten liet staan, een bak water, dan was hij bevroren de volgende ochtend. Ja. En die bosjesmannen, die hebben dan nauwelijks iets om aan te trekken. Ja, helemaal niks om aan te trekken. Maar een soort, die bedekte zich dan met huiden van wild wat ze geschoten hadden, een beetje. En die hadden een soort schermpje tegen de kou van riet en zo. Ja. Maar ja, die waren 's ochtends helemaal verstijfd. Je kon pas beginnen met testen om 10:45. En dan wilden ze nog in de zon zitten om verder op te warmen. Ja. En hoe communiceerden jullie met deze mensen? Er waren een paar tolken die slecht Engels spraken, maar die van bosjesmannen, dus van San afkomst waren. Maar nogmaals, je moest het vooral hebben van de non-verbale communicatie. Die instructies, die waren onafhankelijk van wat er verbaal gezegd werd. Dus dat gaat een beetje ver om dat nu allemaal uit te leggen hoe dat ging. Maar dat vond ik toen best inventief. En dat gaf ook wel een beetje aan dat je dus die disposities van mensen, die processen en zo, dat je daar toch wel iets van te weten kon komen. Nou, en toen terug in Johannesburg, toen ben ik aan mijn proefschrift begonnen. Dat was over een idee dat zwarte mensen, die Afrikanen, dat die eigenlijk veel meer auditief en auditief kinesthetisch georiënteerd zijn en wij Westerlingen visueel. Dus dat er een soort relatief verschil was tussen modaliteiten. En daar zijn dan allerlei evidentie voor. Die mensen in Johannesburg, zwarte mensen in Johannesburg, die spraken 2, 3 van hun eigen talen, van Bantu-talen en Engels een beetje en nogal wat Afrikaans en zo. En nou ja, als je dat dansen ziet, dat staccato bewegen en dat ritmische en zo. En met allerlei visuele taken en zo hadden ze het moeilijk, bijvoorbeeld ook interpretaties van safety posters en daar is toen van alles uitgezocht. En dus dat had wel appeal als idee.
Was het een eigen idee? Dat leefde toen vrij breed en Biesheuvel was er bijvoorbeeld ook een aanhanger. Maar het idee om daar te promoveren, kwam dat van jou? Of was dat een... Nou, Volkema had mij weggestuurd naar Zuid-IJsselveld, weggestuurd. Als postdoc, toch? Ik moest hem wel proefschrift maken. Ik was daar wel in een postdoc positie gekomen, maar dat was een luxe. Wel dat je dan ook werkt? Nee, ik hoefde helemaal niks. Maar Volkema had mij min of meer weggestuurd met de boodschap van... En jij gaat promoveren. En ja, dat vond ik ook wel. Dus, ja. En toen heb je daar data... verzameld. En toen ben ik daar op dat idee van Biesheuvel, dat auditieve visuele, ben ik verder gegaan. En ik heb dat gedaan eigenlijk aan de hand van informatietheorie, wat toen een bloeiend bedrijf was. En gekeken naar de gevoeligheid van mensen voor die verschillende schalen, dus voor een helderheidsschaal en voor een geluidssterkteschaal. En of mensen daar dan beter onderscheid konden maken, fijnere onderscheidingen of niet, die ratings meer precies waren en zo. En ik heb gekeken naar reactietijd op auditieve stimuli, keuze en reactietijd op auditieve stimuli en visuele stimuli en zo. En dat leverde allemaal niks op. Dus dat was ook weer zo. Althans, het leverde geen verschil op. Het leverde geen verschil op. Het leverde natuurlijk wel wat op. Ja, het leverde de data op, maar het leverde dat zoeken naar die verschillen en de Biesheuvel-hypothese en zo, dat leverde niks op. En toen heb ik nog wat ander onderzoek daar gedaan, onder andere een vrij goed groot onderzoek. Want ik ben na mijn proefschrift, daar was ik mee bezig en toen heb ik nog andere dingen gedaan ook. Een onderzoek naar wat toen een... mooi fenomeen was curiosity. Nieuwsgierigheid. Dus belangstelling. En Dan Berline, dat was een bekende psycholoog in Canada, die deed daar ook cross-cultureel onderzoek naar. En die vonden eigenlijk weinig verschillen. En toen hebben masterstudenten en ik hebben daar toen in Zuid-Afrika een groot onderzoek gedaan, een zwart-wit onderscheid en zo. En ja, dat levert ook niks op. En we hebben nog eens een keer onderzoek gedaan, dat was weer met iemand anders, naar decision making, risk taking, risicogedrag. Ja. En gebruikte daar een model voor uit de signaaldetectie. Dus ik was heel erg beïnvloed door het experimentele gebeuren. Ja. En probeerde dat dus ook experimenteel toe te passen in de cross-culturele psychologie. Dus dat... Ja, je vindt altijd wel wat, maar die verschillen, dat was het niet. Die lieden die functioneren eigenlijk net als wij. Nou, op een gegeven moment toen werden de kinderen wat groter en toen je kon bij je kinderen niet groot laten worden. Dat was duidelijk. In Zuid-Afrika niet. In Zuid-Afrika niet. Apartheid, dat als cross-cultureel psycholoog. Het was een prachtig laboratorium. Ik ben er met zeer veel spijt vandaan gegaan. Ja. Maar kinderen zijn tenslotte ook belangrijk. En nog belangrijker. Dus toen heb ik mijn carrière daar opgegeven. En toen kon ik nog een plekje krijgen in Tilburg. Ja. En omdat ik gepromoveerd was. Dat was in het begin van de 70 jaar. En nu bent u aan de VU gepromoveerd? Ja. En bij Volkema. Bij Volkema, oké. En toen ben ik dus naar Tilburg gegaan. Daar kon ik nog net een plek krijgen als hoofdmedewerker. Dat kreeg je dan meteen als je gepromoveerd was in die tijd nog. Ja. En toen, dat was bij de vakgroep van Hetema, bij persoonlijkheid en psychodiagnostiek. Joop zit ook in deze serie. En daar ging ik dus psychodiagnostiek geven. Ik had daar in Zuid-Afrika nog wel eens iets mee gedaan, want een goede collega van mij daar in Zuid-Afrika, dat was Michael Brown, die dat natuurlijk in de psychometrie ver geschopt heeft. En die heeft mij ook nog eens een keer met een paar anderen een cursus gegeven. Dus ik denk dat ik daar wel wat van wist. Dus in ieder geval, ik ging daar college in geven. En, maar ja, die oude cross-culturele psychologie, dat bleef trekken. Ja. En, wat trof u hier aan in Tilburg? Dus wat ik daar aantrof, dat was een jonge faculteit met heel veel enthousiaste mensen en zo. Een paar jaar daarna, toen was er een keer een hoogleraar economie. Ik zat toen in wat de Hogeschoolraad heette, want het was een katholieke hogeschool. Het was nog geen universiteit. En die vond dat die psychologen dat toch zo geweldig deden en zo. En
dat heeft zich toen een aantal jaren lang niet gerealiseerd in Tilburg. Dat op de een of andere manier was er toch weinig expansie en zo. Hoe kwam dat, denkt u? Ik weet dat niet. Ik wil niet. Al die mensen die zijn op jeugdige leeftijd tot hoogleraar benoemd en zo. En of dat ook een idee was dat ze al gearriveerd waren en zo. Maar die hebben eigenlijk het internationale spel een beetje gemist. Nou, ik bedoel, die cross-culturele psychologie die ik wilde, dat bestond eigenlijk helemaal niet en zo. Dat bleef trekken, zei je net. Dat bleef trekken. Of je miste het hier. Je miste het. Ik miste dat en ik ben daar ook nooit actief in tegengewerkt. Maar ja, ik had ook weinig aanklang daarmee. En er moesten ook wat andere dingen gebeuren en terecht. Toen ben ik me heel internationaal gaan richten eigenlijk. En dat is niet zozeer een kwestie van keuze geweest. Maar ja, ik was een van de weinigen die naar internationale congressen ging, bijvoorbeeld in Tilburg. Je kon altijd geld krijgen om naar een buitenlands congres te gaan. Want ze hadden een pot voor en daar maakte bijna niemand gebruik van. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Maar goed, dat was ook een hele tijd terug. En toen weet ik nog wel dat ik in de COTAN zat, in de testcommissie. En toen was er een of andere Zwitser die wilde een internationale testcommissie oprichten. Hij kon dat verder niet en er moest iemand dat gaan doen. En dat leek me wel wat voor de COTAN en zo. Dus toen heb ik gezegd, nou, in Nederland willen wij daar wel op passen. En toen kwam ik daarmee terug en zei, ja, als ik dat wilde, dan moest ik dat vooral doen. Maar verder geen boodschap. Nou, toen zat ik dus in Tilburg en ja, ik had dat op mij genomen en zo. En ja, toen heb ik dus zo ongeveer eigenhandig een internationale testcommissie opgericht. Nou, dat is toen een hele tijd. Dat ging eerst erg goed en toen ging het een hele tijd slecht. En later is dat echt wel een mooi gebeuren geworden. En die mensen als Arne Evers en zo, die zitten daar nog steeds in. Ja, en jouw taak was dan specifiek om te kijken hoe geldig test voor diverse culturen. Dat was wat mij daar wel in interesseerde. Maar ja, er moest eerst zo'n organisatie komen. En dat, daar ben ik toen toch wel een beetje mee bezig geweest. Nou, dat was dus één aspect. En ja, ik ben eigenlijk van lieverlee daarmee doorgegaan. Mm-hmm. Heb mij gedeeltelijk ook gericht op de methodische aspecten. Eén ding is heel duidelijk, je kunt niet, dat was bij mijn proefschrift, was dat ook al een probleem, van hoe vergelijk je nou eigenlijk? Wat zijn de voorwaarden van vergelijkbaarheid van data over mensen van verschillende culturen? Dus doen we met een voorbeeld. Nou, ik wil wel weten dat als je een intelligentietest afneemt in de Kalahari, je gaat mensen vragen wie de eerste president van de Verenigde Staten was, dan weten ze dat niet. Dat is het eenvoudigste voorbeeld. En in Nederland. Dan ben je dom. Als je dan dat niet weet, dat gaat nog. Maar als je dan ook nog geen sommen kunt maken en je kunt dit niet en je kunt dat niet, dan word je dus echt dom. En dat is eigenlijk de eerste helft van de 20e eeuw de algemene opvatting geweest onder psychologen. De mensen die zich daar tegenkeerden, westerse, ja, nou, de anderen waren er ook niet. Westerse psychologen, zo je wilt. Maar dat was duidelijk, dat was evident. En daar begon toen ik begon al kentering in te komen. Dat was te goedkoop. En mensen, sociaalpsychologen zoals Kleineberg en zo, die hadden zich daar ook al zeer tegen verzet. Dus wat dat betreft was er ook geen misverstand. Het ging erom wat die verschillen voorstelden. En wat mij dan met name interesseerde was van, hoe kun je daar nou brood van bakken? En hoe kun je nou kijken of die vergelijkingen die je wilt maken, of die ergens op slaan, of die valide zijn. Afsnijden. En dan krijg je dingen zoals equivalentie, als test bias, als vergelijkbaarheid. En we spreken nu over de jaren 70, 80. Ben ik daarmee begonnen in de 60e jaren toen ik aan mijn proefschrift werkte. En ik ben er nooit helemaal meer van afgeraakt. Ja, ja. En, Ik moet meteen denken aan die Army Alpha test die in de Eerste Wereldoorlog afgenomen werd bij Amerikaanse recruten. Ja. En waar Hispanics en zwarte mensen dus als heel dom werden ervaren omdat ze niet wisten wat een tennisbaan was of een kaptafel.
Ja. Zo op die manier werden ze namelijk gerecruiteerd. Ze werden getest naar westerse standaarden. Ja, precies. Maar de, en dus het heeft zo lang, althans in onze ogen, misschien zo lang geduurd voordat daar aandacht voor kwam? Of is, begrijp ik dat nou goed? Want, ja, nou, dat is een soort geleidelijk proces. In de 60er jaren in Zuid-Afrika, de oudere generatie, vaak ook weinig opgeleide blanken, die waren er heilig van overtuigd dat zwarte, dat die zich ergens tussen ons en de apen bevonden. Ja. Zo zat dat. Ja, dan wel dichter bij de mensen hoor, maar goed, ik bedoel. Stenen tijdperk zaten ze. Nee, maar qua capaciteit. Niet hoe ze leefden. En kijk, dat was de ontdekking. Die Bosjesmannen, die waren geweldig clever in een hele hoop opzichten. En die konden zelfs onze taken, de principes onder die taken, dat herkenden ze. Nou, later is daar ook al meer onderzoek gedaan. Dus even heel lang is er eigenlijk onderzoek geweest in de cross-culturele psychologie van Vygotsky af en zo, die geweldige scheidingen maakte tussen geletterden en ongeletterden en zo. En tot op een gegeven moment Sylvia Scribner gekomen is en die deed onderzoek met hart op denkprotocollen in Afrika bij ongeletterden. En die vond dat die mensen eigenlijk ook inferenties maken volgens Aristotelische principes. Alleen, die luisteren niet goed naar de premissen. Dus als je zegt van, dat is een voorbeeld van Luria, alle, even denken, in het noorden, op Nova Zembla, zijn de beren wit. Ja. Mijn broer zag vorig jaar op Nova Zembla een beer. Wat is de kleur? Ja. Dan zou zo iemand zeggen, ja, wij weten allemaal dat beren zwart zijn, dus het moet ook een zwarte beer geweest zijn. Ja. En dat is een logische conclusie, alleen de premisse is veranderd. Ja. En, dat je in het dagelijks leven op je eigen premisse, op je eigen ervaringen vaart, dat is begrijpelijk. En het is ook wel zo dat als je naar school gaat, dan ga je niet meer zozeer op je eigen ervaring af als wat die leraar je vertelt. En dat is wel een verschil, maar het is niet zo dat er dan andere processen als het ware gecreëerd worden. Misschien het gebruik, het wat frequenter gebruik van bepaalde processen. Ja. Maar ik denk dus dat wat betreft mensen dus aardig gelijk zijn. En dat heb je bij die Bosjesmannen ontdekt. Ja. Ja. En dat heeft u dus in de jaren 87 in de internationale testcommissie. Die testcommissie, dat was een soort nebenbij. Ik heb toen op een gegeven moment besloten dat het eigenlijk veel interessanter was om eens een keer te kijken naar de overeenkomsten van mensen. En ik ben toen voor een onderzoek naar India gegaan om als het ware onder de verschillen te duiken. En die overeenkomsten, om die echt vast te leggen. En daar heb ik de gedachte gebruikt van sterkte van het zenuwstelsel. Ja. Een Russisch begrip van Pavlov en Nebelitsyn, die was ermee bezig geweest. En ik ben daar met een hele kist vol apparatuur naartoe getrokken. En ik heb daar EEG's afgenomen en reactietijden bekeken. En dat was eigenlijk een dramatisch gebeuren, want er was op een gegeven moment heel weinig elektriciteit in de bush waar ik zat. Ik zat aan het einde van het elektriciteitsnet en dat ging wel eens een dag af en zo. En in het design wat we hadden, kwamen die mensen die kwamen nog twee keer terug, dus heel veel data verloren en zo. En ik ben er eigenlijk niet in geslaagd om dat te doen. Die verschillen die bleven, en ik heb er achteraf ook best een verklaring voor, dat is dat je zo'n proces eigenlijk nooit los kunt zien van de inhoud. En dat is eigenlijk, denk ik, ook de grootste mislukking in mijn bestaan geworden als wetenschapper. Dat mij dat niet gelukt is om die overeenkomsten, laten we zeggen, ook quasi-experimenteel hard te maken. Dat was gewoon een sprong te ver. Ik zou nu nog niet weten hoe je dat moet doen. Ik denk ook dat cultuurpsychologen die zeggen van ja, maar het brein verandert ook wel een klein beetje door die ervaringen. Dus dat er ook wel een soort verandering in processen komen, dat wel zo is. Alleen is dat veel minimaler
dan wij denken. Ja, of dan velen denken. Ja, ja. Naar mijn opvatting. Ja. Nou goed, we waren dus op een gegeven moment al vrij gauw in Tilburg. Toen kwam Fons van de Vijver daar studeren. Fons en ik die hebben ontzettend veel gedaan. Hij heeft op een gegeven moment, hij had een belangstelling voor die crossculturele psychologie. Was je toen al hoogleraar? Nee. Gewoon Fons was geïnteresseerd. Het werd een beetje toegelaten dat ik mij daarmee bezig. Het was nog wel de tijd van de vrije wetenschap, hè? Dus vergeet dat niet. Je kon min of meer toch eigenlijk als hoofdmedewerker. Je had dan een overlegsrelatie, geloof ik, met je hoogleraar of zo. Dus dat, is dit in de jaren 80? Dat was in de jaren 70, 80, ja. Okay. Ja. Dus het was een beetje tegen de klippen oproeien. En op een gegeven moment toen is er een verandering geweest in Tilburg. En toen hebben ze het wat anders gestructureerd. En Harry Peters, die was daar hoogleraar historische psychologie, die had belangstelling voor cultuur. En die heeft er toen voor gezorgd dat hij onder zijn vleugels terechtkwam. Ja. En Harry en ik hadden toch wel wat verschillende opvattingen over cultuur en zo, maar wij zaten op hetzelfde gebied en ik kon mijn gang gaan. En ik heb eigenlijk ook, dat was eigenlijk ook al eerder, ik ben toen erg actief geworden in de International Association for Cross-Cultural Psychology, de IACCP. Dat is eigenlijk mijn heimat een beetje. En in 1976 hebben we toen ook al heel vroeg het eerste cross-culturele, was het derde congres van die IACCP, maar een congres over cross-culturele psychologie in Tilburg georganiseerd. En zodoende ben ik daar een beetje binnen gerold en op een gegeven moment secretaris van die club geworden en zo. Ja, dat, daar kon ik uit de voeten. Ik bedoel, ik had geen eigen leerstoel, ik had geen eigen onderzoeksgroep en zo. Dus met zo'n ITC en met zo'n cross-culturele club. Ja. Daar kon ik mee uit de voeten. Toen had ik allerlei bestuurlijke ervaringen. Op een gegeven moment ben ik dus ook nog NIP-voorzitter geworden. En voorzitter van de EFPA en zo. De Europese Federatie. Maar dat was natuurlijk veel later. Was Tilburg de enige plek in Nederland waar je cross-culturele psychologie kon doen? Of waren er ook nog andere universiteiten waar dat... Nou, dat heeft vrij lang geduurd voor je dat kon studeren. Ik bedoel, wij zijn er lang mee bezig geweest. En op een gegeven moment, toen hebben Fons en ik die kregen een soort afstudeerprogrammaatje. Maar dat is ook nooit erg populair geweest. Wij hadden ook een beetje de reputatie bij de studenten dat er hoge eisen gesteld worden, denk ik. Maar er werd toen al wel een cursus cross-culturele psychologie gegeven. Een cursus minderhedenonderzoek. Want minderheden kwam toen in Nederland wel sterk in de belangstelling. Ja, ja. En daar had je met de quota natuurlijk ook sterk mee te maken. Waarschijnlijk met het testen van minderheden. Toen was ik al uit de quota. Toen was je al uit de quota. Toen was ik al uit de quota. Maar zie jij jezelf wel als zeg maar de grondlegger van de cross-culturele psychologie hier in Nederland? Nou, dat denk ik dat te ver gaat. Ik ben daar op een gegeven moment wel mee begonnen. Ik zag ook wel de noodzaak in van minderhedenonderzoek. Ik vond dat eigenlijk toch... Voor empirisch experimenteel onderzoek is minderheden is eigenlijk een hopeloze groep. Het is niet cultuur A, het is niet cultuur B. Dus je krijgt daar allerlei mengvormen in. En als je nou echt wilt weten wat die cultuurverschillen betekenen voor gedrag, voor psychologisch functioneren, dan is het eigenlijk... Dan zou je een homogene groep... Dan moet je homogene groepen hebben. In plaats van een eufemistische term als minderheden. Ja, dat. En dus daar ben ik eigenlijk nooit aan begonnen. Maar toen ik op een gegeven moment met vervroegde uittreding ging, je had toen FPU... Toen heeft Fons zich sterk op de minderheden gewerkt. Dat betekent niet dat ik daar nooit iets aan gedaan heb. Ik geloof in de 80e jaren in de psychologie al een artikeltje had over minderhedenonderzoek of zoiets. Maar dat is nooit mijn stijl geworden. Dat is veel meer die methodologie. Wanneer kun je nou vergelijken? En ook wel kritisch naar dat vakgebied waar allerlei verschillen tussen Oost en Westen, individualisme, collectivisme, iedereen kent tegenwoordig de term. Ja. En je kunt er alles onder stoppen. En het is zo'n brede term dat er dus niks meer gefalsifieerd kan worden. Je kunt niet aantonen dat onderscheid niet deugt. En dat vind ik een zwakte van mijn vakgebied.
En ik denk dat het hele cultuurbegrip, daar begin ik ook, word ook nog een beetje recalcitrant op mijn oude leeftijd. En ik heb onlangs een paper ingestuurd naar een of andere website waar ik zeg van, kunnen we nou geen cross-culturele psychologie doen zonder dat cultuurbegrip? Want zodra je onderzoek gaat doen, dan gaat dat niet meer over cultuur, hè, zoals bij culturele antropologen. Dan gaat dat over een of andere dispositie of een trek of een variabele of wat dan ook. Dat verbijzonder je. Dan heb je dus niks meer aan dat vage cultuurbegrip waarvan... Als je naar definities kijkt, dan zijn er tientallen, honderdtallen, denk ik, letterlijk definities van cultuur. En die zijn vaak ook dat ze wederzijds elkaar uitsluiten, allemaal even vaag eigenlijk. Ja. Dus als, in empirische wetenschap heb je er niet zoveel aan. En daar ben ik nu nog steeds mee bezig. Ja, dus jij bent nog altijd... Ik ben op een gegeven moment. Ik heb op een gegeven moment wel een beetje geluk gehad, want in het begin van de 90e jaren ben ik in Leuven als deeltijds hoogleraar benoemd. Daar hadden ze toen al vrij duidelijk cross-culturele psychologie. En toen hadden ze daar iemand nodig en toen hebben ze mij gevraagd om dat te doen. Dus ik was daar eerder hoogleraar dan in Tilburg. Ik ben ook niet zo lang hoogleraar geweest in Tilburg, maar grondlegger van de cross-culturele psychologie, dat ben ik niet. Er zijn ook gewoon te veel anderen mee bezig geweest. Hè. Pieter Drent was daar mee bezig. De eerste conferentie waar ik naartoe ging, die was georganiseerd door Lee Kronbach en Pieter Drent in Turkije. Een NATO-conferentie, en dat ging dus echt over cross-cultureel testen. Daar was hij Reuning bijvoorbeeld ook. Had ik ook mijn eerste echte internationale presentatie. En later is Van der Vlier daarmee bezig geweest. Die is ook daarop op gepromoveerd en zo. Nico Bijgrot en Melleberg, die kwam later met al het onderzoek naar partijdigheid, bias. Met prachtige psychometrische modellen daarover. Schiet me nu te binnen. Is de taak van een cross-culturele psycholoog ook een beetje om er worden best wel veel universele wetmatigheden verondersteld door psychologen. Is de taak van een cross-culturele psycholoog ook een beetje om daar tegenwicht aan te bieden? Om meer te zorgen voor een soort ecologisch valide blik op de mens? Dat is één aspect, maar kijk, de methodische kracht van het vak is en als je het vak goed beoefent, dan ga je de variantie, de verschillen tussen mensen, die ga je maximeren. Ja. En dan ga je dus kijken naar jager-verzamelaars, je gaat kijken naar traditionele landbouwers, je gaat misschien naar dorpelingen in verschillende tegenwoordige maatschappijen zien, en je gaat naar urbane maatschappijen. Dan heb je hele range van mensen met allerlei andere gedragservaringen, voor mijn part disposities of wat dan ook en zo. En dan krijg je te pakken wat er nou gemeenschappelijk is en wat er verschillend is. Alleen als je dan alleen kijkt naar de verschillen, ja, die zullen er wel zijn. En als je dan zegt, ja, maar die verschillen die zijn geworteld in dit en dat en enzovoort, dan krijg je dus dat er heel makkelijk hele brede inferenties gemaakt worden over de aard van die verschillen. En als je, zoals ik bij die Bosjesmannen geweest ben, en dat je denkt van, of rek zeg, alles is gelijk, dan ga je niet naar die verschillen zozeer kijken, als naar die gelijkheden, die overeenkomsten. En dat is natuurlijk toch wel een beetje een zwakheid van het vak, denk ik, in het algemeen, is dat wij nogal wat ruimte voor interpretatie hebben. Onze methoden zijn vaak niet strikt genoeg. In ieder geval passen ze niet erg strikt toe. En dat vind ik... Het zijn nog altijd een hele hoop vrije associaties, zeg maar. Als je kijkt naar hoe modes zich ontwikkelen. In de psychologie bedoelt u? In de psychologie, in de psychologie, hoe die zich ontwikkelen. Hoe je hele reeksen van termen krijgt. Hè. Rother die had het over external control en internal control. Locus of control. Locus of control, external en internal.
En later heb je de autonomie bij gekregen en independence versus interdependence. Ik heb eens een keer een aantal van die termen opgezocht. En dan kom je zomaar op een stuk of 12 termen. En ja, dan is het mij niet duidelijk van wat er nou precies verschillend is. Als je dat aan die auteurs vraagt waarom ze zo'n term hebben gehad, dan weten ze precies aan te geven waarom hun ding toch anders is dan van de anderen. Ja, terwijl de term toch gewoon is oude wijn in nieuwe zakken. Toch? Ik denk dat een hele hoop, wij gieten een hele hoop oude wijn in nieuwe zakken. Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat vind ik ook een beetje inherent aan het vak bijna. Dat we meer, als het ware, circulair bezig zijn. Als in spiralen, dan dat er nou een echte vooruitgang in het vak zit. En dat vind ik jammer. En ik denk dat dat veel te maken heeft met het feit dat we erg weinig terughoudend zijn in wat we publiceren. Er zit natuurlijk enorme publicatiedruk en zo, maar... Ja, heb je die ervaren zelf, die publicatiedruk? Nauwelijks. Zoals een beroemd collega van jouw universiteit, Diederik Stapel, die dat aangaf als een van zijn redenen voor... Maar die was wel een andere generatie, hè? Ja. Dat moet niet vergeten. Ik vond wel dat het gepubliceerd moest worden. Ik bedoel, dat was toen ik in Tilburg kwam. Was dat nog helemaal niet zo bon ton. En als je dan publiceerde als hoogleraar, dan publiceerde je een boek. Ja. Zo hoorde dat. Ja. Maar en je deed ook heel vaak heel lang en grondig over je... De publicatiedruk is toch min of meer ontstaan door die voorwaardelijke financiering van onderzoek. Halverwege jaar. Ik denk dat het toen sterker werd. Het is toen veel sterker geworden. Er zijn dus een aantal factoren die daarin meegespeeld hebben. Ik bedoel, wilde je internationaal wat, dan moest je toch ook internationaal aan de weg getimmerd hebben en zo. En een hele hoop dingen hebben daarin meegespeeld. En ik denk dat dat ook inderdaad veel te ver is doorgevoerd. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met mijn teleurstelling in de wetenschap, dat het helemaal niet zo'n edel gebeuren is als ik meende toen ik ging studeren. Dat, laten we zeggen, de menselijke factor, de menselijke bekrompenheid, een grote rol in speelt. Hè? De wetenschappers die verschillen wanneer het over hun eigen theorie gaat, niet zo erg veel van gelovigen. Maar, terwijl Popper juist... Precies. Propageerde om je eigen theorie onderuit te halen. Wat volgens mij tegennatuurlijk is, hoor. Ik bedoel, dat... Ja, maar je moet... Maar als grondhouding is het natuurlijk... Je moet je onderzoek... Dat je kritisch naar jezelf te kijken. Onderzoek zodanig opzetten dat je de kans dat het misgaat... Nou, maximeert is dan misschien een beetje veel gevraagd. Maar je moet daar in ieder geval... En dat moet wel duidelijk aanwezig zijn. Ja. En als ik nu een onderzoek ga doen bij de Chinezen over een of andere sociale factor, en ik vergelijk dat met Nederlanders, dan weet ik redelijk zeker van tevoren te voorspellen dat er wel een verschil zal zijn. En aangezien ik hoop dat ik een creatieve geest heb, zal ik daar een mooie interpretatie voor weten te vinden. Jij bent altijd actief geweest in de wetenschap, hè? Of heb jij toegepast werk ook gedaan? Nou, vanuit die Cotan is er wel het een en ander gebeurd bij Fokker. Maar het allereerste wat ik deed is ze werken aan de Nederlandse adaptatie van de DAT, technisch inzicht. De differentiële aanlegtest. Aanlegtest. Ja. En daar werkte ik als studentassistent aan. En mijn scriptie die ging over hoe groot de groepen, verzorgingsgroepen, van mensen in instituten voor mentaal... Ja, in die tijd had je daar van die woorden voor die wij tegenwoordig niet meer gebruiken, maar mensen die intellectueel dus niet helemaal aan de bak komen. En daar moest toen nieuwbouw gepleegd worden. En mensen die wilden eigenlijk al weten van hoe groot moeten we nou die paviljoens voor die maken. En die waren daar op de een of andere manier bij Fokkema terechtgekomen. Fokkema, ga jij dat nou maar eens uitzoeken. Dat is mij nooit gelukt.
Ik heb daar wel een scriptie over geschreven die wel goed ging, maar dat was meer van welke methode moet je nou eigenlijk gebruiken om dat überhaupt in kaart te brengen. Dus je hebt meer zeg maar, de wetenschappelijke basis, hoe je die zou kunnen toepassen. Hoe je dat zou kunnen. Ik geloof dat daar verder ook nooit zoveel mee gebeurd is en zo. Ik heb er nog wel toen aanbevelingen bij geschreven, maar dat was wel een beetje buiten het onderzoek. Ja, ja. Nou, ik ben betrokken geweest bij de een of andere herrijking van de WISC op een gegeven moment. Ja. En dat was vanuit Tilburg. Ik denk dat misschien het belangrijkste wat ik praktisch in de praktijk georiënteerd heb gedaan. Op een gegeven moment werd mij gevraagd, dat was in het begin toen Nederlandse militairen zich gingen bemoeien met die conflicten in Servië en zo. Ja, je had toen allerlei van die missies. Ja. Eerst peacekeeping, later toch eigenlijk ook gericht op peacebuilding. Ja. En de officieren en ook wel onderofficieren van de Nederlandse krijgsmacht, die gingen daarvoor onder andere naar een cursus op Klingendaal. Ja, ja. En daar wilden ze dus op een gegeven moment input voor hebben. En toen is er iemand bij mij terechtgekomen en toen heb ik samen met Richard de Ridder een programma opgezet. En toen is daar onder andere interculturele communicatie ingekomen. Ja, ja, ja. Dat vind ik nog altijd de aardigst. Maar ook hoe je over culturen onderhandelt, samenwerkt. Ook wat culturele antropologen soms noemen culture shock. Hè. De wereld elders een beetje vreemd uitziet en zo. En ik denk dat het meest betekenisvol is geweest wat ik ooit gedaan heb. Ja. En dat geeft dan ook meteen weer, laten we zeggen, een beetje twijfels in mijn eigen achterhoofd. Dat is nooit echt goed gevalideerd. En ik ben er toch wel van overtuigd dat de belangrijkste boodschap dat wij eigenlijk heel stereotyp en met vooroordelen tegen anderen aankijken. Dat de belangrijkste boodschap moet zijn van interculturele communicatie. Daar sta ik nog volledig achter. Ja. Ja. Dus daar zit toch wel een beetje een spanning tussen, laten we zeggen, de onderzoeker Poortinga en de psycholoog Poortinga. Ja, ja, ja. Dat is ook het enige waar ik mij, geloof ik, ooit psycholoog gevoeld heb, maar dat... Ja, ja, ja. Dat laatste vraag, die stellen we ook aan iedereen. Je bent net klaar met de middelbare school, of je moet een studie gaan kiezen weer. Met de kennis van nu, zou je weer voor psychologie kiezen of denk je van nou... Ik zou een hele andere richting op zijn gegaan. Of ik zou binnen de psychologie een andere richting op zijn gegaan. Nou, ik denk dat ik daar een goed antwoord op kan geven. Ik zou etologie zijn gaan doen. Etologie? Etologie. Dus wel gedragskunde, maar de niet-menselijke soort daar ook vooral bij betrekken. En eigenlijk bestond dat al toen ik studeerde. In het begin van de 60e jaren had je Adriaan Kortland. En in Groningen had je Barendsen en zo. In die tijd heeft Tim Bergen, die deed natuurlijk zijn belangrijke werk al. En die zat dan wel in Oxford op een gegeven moment, maar die is wel in Leiden begonnen en zo. Ja. En ik denk dat je daar een soort basis voor gedrag kunt vinden die de psychologie zich veel meer zou moeten aantrekken. Ja. En ik denk dat ook fascinerend is. En dan, kijk, op een gegeven moment is die... Die etologie is echt weggedreven bij de observatie. Hè. Voor Tim Bergen stond die observatie centraal. Ja, ja. En later zijn etologen, wat zich daar dan verder in heeft ontwikkeld, zijn ook veel meer die beesten gaan snijden, bij wijze van spreken. Ja. En neuroscience, neurowetenschappen gaan doen. Maar iemand als de Waal, die doet dat natuurlijk nog steeds. Die Frans de Waal, die doet dat nog steeds. En ik denk dat we daar als psychologen heel veel van kunnen leren. En dat het ook met name voor die crossculturele psychologie van belang is. Ja. Dat je veel meer een betere basis hebt en dan ook een betere afweging kunt maken. Ja. Over wat nou verschilt en wat overeenkomt. Ja. En Tim Bergen, die vond dus die observatie van het gedrag vreselijk belangrijk. Hè? Heeft hij ook gezegd van een wetenschap die observatie opgeeft, dat vindt hij lethal, letterlijk, dodelijk. En ik denk dat we daar veel aan zouden kunnen hebben. En hij onderscheidt dan ook in een gedragspatroon, je moet kijken naar de causaliteit, hè, wat maakt het aan de gang, naar de functionaliteit, waar dient het voor? Ja.
naar de ontogenetische ontwikkeling. Hoe ontwikkelt zich dat in de geschiedenis van het individu? En naar de filogenetische ontwikkeling. En ik denk dat in de cross-culturele psychologie zou je daar nog wel iets aan moeten toevoegen. Namelijk, wat is nou de historische ontwikkeling van zo'n gedragspatroon? Maar voor de rest, dat je dus meerdere vragen of op verschillende manieren naar een gedragspatroon kijkt. Waarbij natuurlijk bij menselijk gedrag het moeilijk is om een patroon te identificeren. Dat is bij andere soorten duidelijk. Maar ik denk dat dat het vakgebied van de cross-culturele psychologie aanzienlijk verder kan brengen. En dan heb je ook een heel andere balans tussen datgene wat variabel is tussen mensen en wat invariant is. Of meer of meer invariant. Hè, van dat psychologisch functioneren waarin we toch belangrijke mate over de hele wereld overeenkomen. Dankjewel voor het gesprek, Ipe. Graag gedaan. Okay. Thank you.